Een historisch moment in Istanbul vanmiddag. Voor het eerst in 86 jaar klonk daar het vrijdagmiddaggebed in de beroemde Hagia Sophia. Sinds 1934 was de Hagia Sophia een museum. Maar de Turkse president Erdogan heeft er weer een moskee van gemaakt. Allee! Dit willen honderdduizenden Turken meemaken. Vanaf de minaretten klinkt de oproep tot gebed en in de Hagia Sophia spreekt de imam. Hagia Sophia Camii Şerifinin ilelebet kıyamete kadar ibadete açık olmasını nasip eyle Allah'ım. Het luidt een nieuw tijdperk in. De Hagia Sophia is misschien wel het belangrijkste gebouw van Turkije, een icoon van 15 eeuwen oud. 1000 jaar een kathedraal, daarna een moskee en de laatste 86 jaar een museum. Een compromis voor de twee geloven die aanspraak maken op het werelderfgoed. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Maar vandaag gaat president Erdogan hiervoor in gebed. 2 weken geleden zette hij zijn handtekening om van de Hagia Sophia een moskee te maken. Een geschenk van God vindt de enorme menigte buiten. Yani o duyguları anlatamıyorum ki, bazı duygular anlatılmıyor ama işte göz yaşları döktüm. Yani sevindim, sevinç göz yaşları bunlar tabii. Müthiş bir coşku vardı bugün. Yani bu anlatılmaz yaşanır. Biz de bu tarihe tanıtık olduk, tanık ettik. Binnenin huisvest de Hagia Sophia nog altijd eeuwenoude christelijke symbolen. Die verdwijnen achter speciale gewaden tijdens het gebed. Ik had niet gedacht dat ik dit nog mee zou maken. Het is historisch. Erdogan drukt hiermee voorgoed een stempel op Turkije. Een Turkije dat, onder zijn leiding, duidelijk kiest voor de islam.